of jullie niet op school of huiswerk hij allemaal heeft. Hoe gaat dat in groep 3? Oh, ik ben nu bij Kerniek. Krijg je straf in mijn... Kom maar zo aan, jongen. Mooi, liefje. Kleuterschool. 15 keer. Zullen we beginnen met hallo? Nee. Ik zal wel zitten, man. Een zussenruzie? Nee! Hoppatje! Oh. Slaatjes van het... Oh, toppie! Daar is hem af. Een hele goede morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de... Bellinga! Familievloggers! En het is vandaag, wat is het vandaag? Desoriënteerd. Woensdag 1 april. Yay, yay. Oh, het is woensdag 1 april, kijk wie je wil. Ja, ik nooit meer ijs wil, alleen als je ijs wil. Nou, wij doen geen 1 april grap meer dit jaar, aangezien vorig jaar die niet zo goed was gevallen. En we nu in de coronacrisis zitten, hadden we wel een leuke andere 1 april video. Maar die hebben we voor jullie online staan, dus kijk de video even terug. Bedankt voor de vele leuke reacties op 1 april verrassingen van ons. En alle reacties staan weer aan, dus ik vond het al beter. Ja. Alle 500 reacties. Ja, onze reacties staan weer aan op YouTube. Doen we overigens dus niet zelf, dit doet YouTube zelf. Dus hij is weer aan. Leuk, dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Gisteren hebben wij te horen gekregen op het nieuws dat alle maatregelen van de coronacrisis verlengd worden tot 28 april. Dat betekent dus ook dat de kinderen nog een maand langer thuis zitten en dat ik ze nog steeds thuisschool moet geven. Best wel lang. Dus het is geen 3 weken? Het is nog langer, jongen. Toch langer? Ja, nog langer. Langer dan 3 weken? Dat altijd... Ja, ongeveer een maand. Dus, 28 april. Heel de aprilmaand hoeven jullie niet naar school. Dus in principe zou je denken, oh, dat is gezellig, leuk en relax. Hoeven ze lekker niet naar school. Maar goed, je wilt wel enigszins dat de kinderen ook wel wat blijven leren. En afgelopen drie weken heb ik heel erg mijn best gedaan om als moeder zijnde, niet als juffrouw zijnde, maar als moeder zijnde de kinderen bij te blijven. Dat ze bijblijven, dat ze blijven lezen, blijven schrijven. Maar ik ben natuurlijk geen juffrouw, dus ik heb niet het gevoel dat ik ze nog wat meer kan leren dan dat ze al hebben gedaan. In plaats van alleen maar bijhouden. Dus toen ik hoorde dat ze tot 28 april niet naar school kunnen, kreeg ik het wel even een beetje zo van, oké, dat is nog best wel heel erg lang. En je wilt natuurlijk ook niet dat je kinderen achterstand oplopen. Dus ze zijn gisteren ook naar school geweest. Echt een dikke shout-out naar alle juffrouws en meesters, want ja, iedereen heeft hier natuurlijk mee te maken. Ze hebben achter de schermen heel hard gewerkt om de kinderen toch wat te kunnen laten blijven leren. Lucilla zit natuurlijk in groep 1, dus die heeft nog niet echt een bepaalde lesstof en zo. De grote groep 1. Maar Luan zit natuurlijk in groep 3. En dat is wel een groep waarin ze echt wel dingen gaan leren. Het lezen, het schrijven, het rekenen, het taal, al dat soort dingetjes. Dat is toch soms toch best wel pittige stof. Dus Daniel is gisteren naar school geweest. En de juffrouw had allemaal boeken en schriften voor hem klaargelegd. Voor de hele klas klaargelegd. Dat ik in ieder geval met hem de boeken die hij normaal gesproken op school zou doorwerken. Dat ik die met hem door ga werken. Dus dat gaan we vandaag doen, jongens. Luan heeft heel veel huiswerk gekregen. Maar voordat ik met Luan en zijn huiswerk ga, gaat Lucilla eerst even haar eigen werkjes maken. Want ik heb voor haar ook wat werkjes. Kijk, ze is nu dit werkje aan het maken. Ik heb een zonnetje. Ik heb een boot gemaakt met water met een zonnetje. Mooi, liefie. Maar het is wel de bedoeling dat je ze op een plaatje gaat leggen. En dat je gaat kijken welke figuurtjes op het plaatje passen. Ja. Ja? Dus als je dat gaat doen, dan gaat mama met Luan met zijn huiswerk beginnen. En Luxie, die kan ook wel even met jou meespelen als ze dat zelf wil. Die drentelt een beetje om ons heen. En dan heb ik hier nog Loco, kan ze straks nog doen. En dit activiteitenboek heb ik ook nog voor Lucilla. Hé, maar nu is Luxie nog met Pop het spelen. Wat is er met Pop? Wat is er met Pop? Oh, is de Pop een beetje de broek te lang? Ja. Mama, die even oprollen. Nou. Wil jij met... Kijk eens. Hier, wil je met Lucilla op de kleuterschool zitten? Met Lucilla in de klas? Ga maar naast Lucilla zitten. Lux? Nee, ze wil met Pop spelen. Nou ja, ze gaat met Pop spelen. Nou, Lucilla die gaat nog even verder bouwen met haar vormen en kleuren. Ja, schatje? En dan ga ik eens even kijken wat Luan allemaal heeft. Want hij wil jullie heel graag laten zien wat voor een huiswerk hij allemaal heeft meegekregen. Van zijn juffrouw, lieve juffrouw Els, die hij overigens heel erg mist. Hé, jongen? Ja. Want Elsie kan wel altijd heel erg goed lesgeven en heeft een goede structuur. En ja, weet je, mama is natuurlijk wel anders daarin. Dus ik doe mijn best, maar ik ben geen juf Els. Nee. Dat is gek dan maar. Dus als ze even kijken, heeft allemaal boeken meegekregen die hij dus normaal op school heeft. Wat is het, liefie?
Wat heb je? Ben je met pop aan het spelen? Oh, is de kinderwagen kapot? Dit is de hele oude poppenwagen van Luxie. Waar Lucella ook mee heeft gespeeld. Een keer voor 5 euro op de rommelmarkt hebben gekocht. En dat blijft haar favoriete kinderwagen. Dus hij valt half uit elkaar, zoals jullie inmiddels al hebben gezien. Maar ze wil deze echt houden. Als we deze wegleggen, dan wordt ze echt boos. Wat is er? Oh, zie je de voet weer niet? Ja. Nou, kom hier, mama jou helpen. Ja, pop. Nou, Daniel is gisteren naar school geweest. En dat, dan ga je in blokken zeg maar naar school. Dat niet alle ouders tegelijkertijd naar school gaan. En heeft dus dit allemaal voor Luan opgehaald. En ik vond het echt wel een hele stapel. Moet je kijken wat voor een huiswerk hij allemaal heeft. Het is natuurlijk wel voor een maand, maar goed. Luan was er ook helemaal blij mee van, ja, mijn boeken. Eindelijk weer een stukje herkenning, hè, van school, hè, jongen? Ja. Nu heb je toch wel een klein beetje gemist volgens mij, hè? Nou, moet je mama wel even gaan vertellen wat het allemaal is? Nou, zoals bijvoorbeeld eerst, dan laten we al kinderen naar binnen gaan, maar hier is nou even één persoon. Ja. En dan mag je altijd even zelf bedenken wat je wilt doen. Zoals je tekening of maken of even in je boekje even werken of misschien... Ja, even je werkje afmaken die je van juf moest afmaken. Zoals die thee, want dan heb ik dit dik theeboekje. En ben ik iets vergeten, want een paar kinderen die zijn nog ergens anders mee bezig. Terwijl dat ze bij het dik thee moet blijven. En dan schrijft juf het op en dan doet ze daar een puntje. En dan krijg je dat terug en dan moet je dat overnieuw maken. Zo gaat dat in groep 3. Oké, maar dus laat eens even al die boeken zien. Wat voor boeken zijn het allemaal? Nou, deze, dat is mijn dik theeboek. Dik theeboekje. Ja. Dit is kern 8 van lezen. Kijk, nice. Zijn allemaal soorten bladzijden. Zo, kijk hier... En hier, en echt van dit. Oh, en kijk hier ook. En dan moet je hier allemaal woordjes lezen. En dit is weer een soort zin, een soort verhaaltje. Ja, en dat moet je en... opschrijven? Nee, gewoon moet je lezen. Lezen. Okay, ja, die moet je kijk, lezen. Dit hoort ook bij kern 8. Moet je eens kijken? Deze. En dit is dan een boekje met opdrachtjes? Nee, oh, dat is ook net lezen. Okay. Dat is ook net lezen. Ziet er leuk uit. Ja, en elke keer is het een ander thema. Ah. Deze thema ging over... Taart. Nee, dat ging over... Oma is de koningin. Nee. Oh. Eén dag met... Eén dag met veel taart. En ja. Elke keer dan heb je een andere thema. Kijk, deze heeft weer ook een nieuw thema. Dit is kern 9. Ik ben nu bij kern 9. En eigenlijk de afronden, dat is kern 12. Oh, dan is dus het einde. Ja, dat is het einde. Is dat einde. Het einde van groep 3? Ja. Ja? Dan ga je naar groep 4. Dan ga je naar groep 4. Oké. Okay. Ja. En dit is hetzelfde als die roze, ja. Dan in kern ja. Verder. Ja, maar dan in, dit was kern 8 en nu ben ik bij kern 9, ja. Dat is vet ver. En wat is dit dan? Dit, nou kijk, juf... Eisommen. Nee. Staat dit, er? Nee, eisommen. Ja, maar dit zijn eigenlijk gewoon, wat zijn dit allemaal spelletjes? En dan gaat juf die aan elkaar nieten. Ja? Het is niks van een soort bedrijf hoor. Dat is het niks. Dat is niks. Want kijk, dit zijn allemaal verschillende bedrijven. Dit heeft Els zelf gemaakt. Ja. Hier staat jufsanna.nl. Dat heeft ze zelf van een website gehaald. Ja, dat wel. Anders kijk, oh, leuk. Dan kan ze dit lentewerk kopiëren. Dan kan ze dit kopiëren. Ja, kopiëren. En dan pak ze dit bij elkaar. En dan gaat ze het vastnieten. En dan hebben we hier allemaal kleine spelletjes. En dat doet ze 20 keer voor alle kindjes. Nee, 21. Nee, 21 keer. Nee, 23. 23 keer, okay. Ja, want we hebben twee nieuwe kinderen. Oh, Amy en... die andere is zo erg moeilijk. En nog één, maar die heeft echt een reuze moeilijke naam. Oh. Maar dit is 23. Kijk, nou, dit is eigenlijk... Pennen, streken, schrijven staat ja. En, schrijfboek. Dit is eigenlijk een soort schrijfboek. Hier moet ik niet zijn. Even kijken, hier moet ik niet zijn. Ja, hier moet ik beginnen, bij de veer. Bij de veer, oké. Okay. Dus dit moet je dan gaan schrijven? Ja. Dus dit is een schrijfboek. Dus we moeten bij de veer beginnen. De en dat veer. Is
Ja, de weer. En dan moeten we bij bladzijde 13. Dat is een 13. Oké. Okay. Nou, en hier. En dit, wat is dit? Nou, kijk. Dit stemming. Krijg je eigenlijk pas in groep 4, maar. Oh. Ja, in groep 3 krijg je hem al pas. Kijk dan. Spelling werkboek staat er. Ja, spelling. Kijk. Oh, wow. Kijk dan. Oh, die is al een stukje moeilijker. Ja. Ah, kijk. Heel ziet er zo erg uit. Cool. Ja. Oké. Okay. Maar dit is eigenlijk best wel dus het moeilijkste ooit, hè? Oh, met klankwoorden en zingwoorden en luchtwoorden. Ja. En kijk, en dan moet je dit allemaal zo op. Maar eigenlijk begrijp ik deze spelletjes niet. Nou, nee. Dit wel, want dan moet je het mijn broer ligt op de bank. Nou, dan schrijf je bank. Moet de zin afmaken. Ja, en kijk, hier moet je dan tong opschrijven. Ja. Hier lach, denk ik. Oh, dit is met de N en de K. Ja. Mm. En kijk, dit is het belangrijkste. En wat is het dan? Dat wil je laten zien? Dit is ook een soort werkboekje. Ja. Maar kijk, ik heb het zelf ingekleurd. Ik zie het. Veilig leren lezen. Kijk, oh, hier ben ik niet. Daar ben ik niet. Je was hier in het midden van gebleven. Ja, als je hem niet af hebt, moet je misschien afmaken of misschien niet. Oké, of thuis afmaken. Of als je bij keer 9 bent, dat je hem thuis kan afwerken. Oh ja. En ik doe dat vaak, want ik vind het zo erg leuk. Ik ben volgens mij, hier ben ik gebleven. Steeds zo prachtig. Oh. Ik ben helemaal niet hier gebleven. Hier was ik, kijk. En soms moet je 2 bladzijden. Yeah. Dus hier moet je geen 1 bladzijde. Yeah. 2 of na 2 bladzijden moet je vaak op de dag. Okay. Ik had deze bladzijde af, maar niet deze. Dus die kan ik thuis afmaken. Yeah. Dus ik ben nu bij 23. Bladzijde 23, oké. Okay. En mama, dus dit gaan we zo doen. Dit. 2 bladeren doen. 2, die en die. Die en die. Ja, okay. En dat dan elke keer. En wat is dat groene boekje dan? Groene boek, dat is hetzelfde, maar dan keer 9. Oh, dat is weer de volgende keer. Ja, okay. Ja, kijk. Dan moet ik die afmaken en dan ben je hier. Daar weer verder. Ja, de ouwe en de ei en schoen. Ja, en dan heb je ook nieuwe soorten spelletjes. Okay. Zoals dit, want dit had ik er nog niet. En heel erg verzuinigd mee zijn, hoor. Hier is je hotelraampje. Ja, want weet je wat daarmee is? Nou? Nou, ze gaan niet elke keer als weer een nieuwe klas komt, dan gaan ze geen nieuwe bestellen. Dan moeten ze het oude houden. Oh. En als het kapot is, weet je wat je dan gebeurt? Nou? Dan krijg je straf en moet je het zelf bestellen. Oh, is dat zo? Oh, wat streng. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn. Ja. Oké. Ja. Oké, doen we heel voorzichtig. Eigenlijk één zo'n ding, dat is iets van €15. Oh. En dat bij alle kinderen. Oh, ja, 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 ja. En dit kost ook nog geld, iets van €50. En dat ook weer bij alle boeken. Dus je moet echt vet zuinig mee zijn, want het is heel erg duur. Okay. En één zo'n boek, dat is denk ik iets van €50. Zo. En dan, en elke keer nieuwe. Kijk, deze. Iets van 20 of zo, of 25. Ja, zo, wij zijn dat nog echt snels dan, hè? Ja. Nee, eigenlijk doet de hele school. Eigenlijk doet de baas. Oké, okay. En wat hebben we nog meer? De wereld in getallen. Ja, en zou ik iets tellen? Een werkboek. Dit boek, die is, denk ik, deze is goed. Dit soort soms. Maar man, kijk, we kunnen ook gewoon, eigenlijk moeten we afmaken. Oké. Okay. Kijk, we kunnen bijvoorbeeld die doen of die doen. €20 en dan moet je hier neerzetten. Ja, nee, kijk, hoe maak je €20 of €8? En ja, dat is handig. Echt leuk. Dat spelletje is heel erg leuk. Dat is zelfs mijn lievelingsspelletje. Oh, echt waar. Eerst begrijpte ik dit niet, maar nee, nu begrijp ik het. En hoe gaat het hier in de kleuterklas? Heel goed, maar mijn kind ligt zo klaar met deze en ik moet die opruimen. Ben je aan het opruimen? Oké. Nu moet ik die 2 dingetjes maken. Ja, wat wil je eerst doen? Wil je eerst het activiteitenspeelboek doen? Of wil je eerst loco doen? Deze? Oké, kijk, dit is ook een heel leuk boek voor Lucilla. Die heb ik gewoon een keertje. Heb ik altijd nog gewoon een keer in huis. Die heb ik ergens gekocht. Geen idee meer waar vandaan. Maar hier zitten allemaal van die leuke spelletjes in. Die Lucilla best wel leuk vindt om te doen. Sommige zijn nog een beetje lastig. Maar de meeste die kan ze wel.
En dan zoek ze gewoon een paar leuke uit en dan kan ze die lekker doen. Mag ik een pen? Ja. Terwijl Luan even een potlood aan het zoeken is en een puntenslijper aan het zoeken is op zijn kamer, ga ik even zo bij Lucilla zitten. Want Lucilla heeft dit activiteitenboek nu. En dan ga ik even kruisje zetten bij welke opdrachten jij mag maken. En dan ga ik het ook even kort uitleggen. En ook in een andere bladzijde. Ja, ja. Deze kan je sowieso doen. Dat is een doolhof. Dus die kan je doen. Hier, verbind de voorwerpen die bij elkaar horen. Dus bijvoorbeeld een tennisbal. Moet je een streepje zetten naar het tennisracket. Nee, en een broek. Bij, ja, oké. Okay, ik zeg hem nu verder. Maar je snapt hem, hè? Die ook. Kom maar zo aan, jongen. Deze moet je, de jurk moet je met je pen over alle stippellijntjes helemaal overtrekken. Dus die kan je ook maken. En deze, Sophie, help Sophie haar sokken te vinden. Kleur ze gelijk per paar. Aha, hier moet je ze dus, ja, je mag hier voor mij een streepje bij zetten. Bijvoorbeeld dus die hoort bij die. Die hoort bij die. Snap je? Ja. Oké, dus deze mag je ook doen. Ze gaat hier beginnen met het doolhof. En dan kan ze deze opdrachtjes ook allemaal doen. En ondertussen is Luxie met de loco aan het spelen. Ja. Vind je dat mooi, liefie? 1. Ja, 1-1. Goed, Luxie. De cijfertjes er goed op zetten, hè? Dat kan jij goed. De volgende uitdaging. Luan kan geen puntenslijper vinden. Wel een potlood? Ja, wel een potlood. Ja? Maar die heeft wel een heel klein beetje... Ja, moet eigenlijk een beetje geslepen worden. Maar je hebt toch wel een puntenslijper? En dit is een gum. Dat is wel handig. Oké. Okay. Dit is een gumpie. Maar waar heb je dan puntensluiper dan? Ja. Hey man, weet je nog die kleine gele? Weet je nog die... rommeltjes, slingertjes? Ja, ik wou dat juf mijn potlood en mijn gum had meegenomen. Ja. En mijn puntensluiper heeft meegenomen. Hier ook. We gaan weer naar de klas. Zo, terwijl de meisjes op de kleuterschool lekker hun klusjes aan het doen zijn, heeft Luan ondertussen een puntenslijper gevonden. En is hij even de... potloten. Ik ga die doen en niet die. Oké, helemaal goed. En kijk, weet je wat grappig is? Het lijkt op lippenstift. Ja. Maar het is een gummetje. Oh ja. Begrijp? Ja, dat is wel heel grappig. Ja. We gaan dus beginnen met... Lezen. Oké. En ik denk dat we ergens bij 25 zijn. Goed zo. Zal ik het even nakijken? Ik heb overal puntjes gezet. Goed gedaan. Eens even kijken. Ja, hartstikke goed. Die is gelukt. Schoenen. Die. Ja, die heb je mooi overgetrokken. En alle sokken. Hartstikke goed. Wil je nog een bladzijde doen? Mm-hmm. Dit vind jij wel leuk natuurlijk, hè? Mm-hmm. Even kijken. Langs welke weg komt de raket bij de planeet aan? Ik heb hem. Ja, ga jij die doen? Zo. Goed zo. Nou, dit is wel multitasken. Nu ga ik weer naar groep 3 toe. Dat zijn de 18 tot en met 19. 18 en 19. Oké. Okay. En we gaan hier de sr leren. De sr. Zie je dat? Mama. Ik leer sr in schram. Toch? Ja, maar de sr, dat leer je ergens net. Dit is niet... Dit heb je al een keer geleerd? Ja. Oké. Okay. De schram. Schroef. Ik schrijf een brief. En aap schraap. Schap. Schap. Een zin doet pijn. Wat staat er dan? In één keer snel achter elkaar? De schram op mijn arm doet pijn. Ja, die schram. Heel goed. Maar dit zinnetje vind ik echt makkie. Oké. Nog een keer. Oké. Die schram op mijn arm doet pijn. Goed zo. En dat moet je dan wel meer dan 15 keer achter elkaar. Dat zeg je. En dan weet je ook wat er echt staat. Kijk. Oh. En dan moet ik dat paar keer doen. Oké. Hey Luxie, wat heb jij? Heb je daar een boekje? Mooi. Ja, dat is een tijger, hè? Mooi, Luxie. Dat is een tijger. Goed zo. Ga maar weer kijken. Ja. Tijger, ja. Ik moet dus deze langzaam doen en dan samen. Nee, samen. Samen. Nu samen. Snik. 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 Schrik. Schrikt. Prikt. En dan moet ik die nu alleen doen. Snikt.
Gaat Lucilla beginnen met haar loco? Ja. De loco werkjes. Moet even het boekje zoeken. Die heeft Luxie net gehad. Luxie, waar is het loco boekje? Op de grond. Welke plaatjes horen bij elkaar? Dus dan moet je goed kijken welke bij elkaar horen. Hier staat bijvoorbeeld een 1. Dan moet je kijken waar hoort de vork bij. Die hoort bij een lepel. Ja, en dan doe je nummertje 1. Pak je dan. Op de lepel. En die leg je op 1. Ja, wat heeft Luxie gevonden? Heeft Luxie een prinsesje gevonden? Ja. De waspak bij. De waspak. Bij een kraan. Heel goed, die leg je bij een kraan. In de mand, heel goed. Leg je het cijfertje op de mand. We gaan nu nog een boekje lezen en dan doen we één verhaaltje. Een verhaaltje lezen, oké. En dan gaan we dit samen lezen. Oké, moet mama meelezen? Ja, samen. Oké. De bel gaat. Het is nog heel vroeg. Nee, zegt oma Leen. Kijkt. Sip. De taart is op. Dit is, dit is een werkboekje. Je moet je met je potlood wat opschrijven. Lezen en vul in. We houden even een korte pauze, want we hebben een superleuk interview met de Kids Top 20 via Skype. Dus we gaan even gezellig met z'n allen hier aan tafel zitten. Daniel heeft de laptop klaar. Kom je zelf? We houden even pauze, liefie. Gaan we zo verder. Ja? Nou, gaat het passen zo? Ja, kom op. Snel zitten, man. Nog 30 seconden. Waar zie je dat? Daar. Hallo. Goedemorgen. We hebben verbinding. We zitten erom. Hey, hallo, welkom in de vlog. Ja, leuk hoor. Dit kun je dus terugzien op het YouTube kanaal van de Kids Tot 20. Ja. Oh, wat is dat nou? Ja? Yes. Ja. Oké, top, komt ie. Hallo Bellinga. Hallo. Super leuk dat ik jullie zo even kan spreken. En ik heb een heel leuk filmpje gezien, Luan, dat je eigenlijk een soort van thuisvideoclipje hebt gemaakt vanuit het bos. Klopt dat? Ja, dat klopt. Heel leuk. En jouw nieuwe liedje, die gaat natuurlijk over cowboys. En ik heb gezien, de clipopnames, dat jij ook zelf stunts hebt gedaan. Klopt dat? Ja, dat klopt. Eigenlijk was dat met een soort takelwagen. Die kon omhoog, omlaag, links naar rechts en soms heel erg snel op het paard. Maar weet wat nou zo eng is? Want het paard dat beweegt zo snel. En dan hoop ik dat ik er dan op zit. Want soms ga ik dan heel erg snel naar de takelwagen omlaag, net zoals een achtbaan. En soms heel erg langzaam, weer langzaam. En ja, dan moet je ook goed op het paard zitten. Dus dat was wel echt heel erg cool. En ook met suikerglas op papa gegooid. Mijn kap, hè? Ik voelde wel dag. Maar wat doe je nou dat jullie je niet vervelen de hele dag? Nou, we waren net even huiswerk aan het doen, maar opeens kwamen jullie en we doen even lekker pauze en eigenlijk, we doen huiswerkjes en Lucilla die zit aan een ander tafeltje, zit leuke spelletjes te doen. En eigenlijk zitten we huiswerk thuis doen. En ja, blijf gewoon veilig thuis, dan kan niks gebeuren. Een spelletje spelen. Heel goed. Ik ga een half meter houden. Ja, doe dat. Doei, doei. 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 Was leuk. Doei. Luan is even Lucilla aan het helpen. Met het werkje. Nee, je hebt niet goed. Ja, dit is. Oh ja! Oh ja! Maar ik denk dat ongeveer dan. Ja, zei ik. De? Dit is een wat lastiger, hè, Sil? Een wasbak is hetzelfde als een. Wolk! Wolk, heel goed. Dus die moet je op de wolk leggen. Jas. Een jas. Juf en jas. Dus die moet je hem op de jas leggen. Goed zo. Nummer 9. Keurig. Ja. Luxie helpt ook even mee, Luxie. Oké, tafel. Nou, Lucilla is bij het kleuren toegekomen. En we hebben een heel leuk boekje waarin je zelf super makkelijk kan leren tekenen. Kijk, dat is zo'n stap-voor-stap boek. En als het goed is, als je dan die 3 stapjes volgt, dan kan je dus zelf die vrachtwagen tekenen. Hier hebben we de stufjes. Zwart, 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 zwart. Heel goed.
Nee, hier, daar is een zwart. Ja, en dan ga je daar eerst mee de lijntjes trekken. Die vind ik moeilijk. Ja, probeer maar eerst het vierkantje te maken. Je ziet eerst het vierkantje, zie je dat? Ja. Oké, dat is het eerste vierkantje. Dan teken het maar na. Goed zo. Goed kijken. Keurig, Priscilla. Nou, als je even dit gaat tekenen. Mam, ik heb nog 5 minuten. Oeh, ga ik even kijken hoe het hier bij Luan is. Nu nog. Luan heeft een timer aangezet. 4 minuten. Waarom? Ja, want weet je waarom? Nou. Je moet altijd. Van de juffrouw ook? Doet hij dat dan met een timer? Ze zet altijd iets van 9 minuten of 5 minuten. Oké. Je moet altijd. Nou, dan schiet maar op, jongen, want je hebt nog 4 minuten. Ja, 4 minuten. Ja, bijna. Wat heb je gedaan? Dus even kijken. Er blijft weer en geur nog over. Dus dan probeer je, ik ruik de weer van friet of ik ruik de geur van friet. Wat is het? Geur. Geur, heel goed. Ja, weer mam. Gaan we hier kijken. Ik switch van kleuterjuf naar groep 3 juf. En nu zijn we weer in de kleuterklas. Oh, Sil. Ik vind hem echt super goed. Ja. En dat is toch een beetje de ding. Nou, moet je kijken. Nou mag je hem even gaan inkleuren. Met de goede kleurtjes. Duimpje omhoog, anders selfies is dan goed. Ik ben een cowboy. Met de sorry. We waren even afgeleid. Zet je muziekje aan? Ja. Oké. Is ook lekker gezellig. Ja, hartstikke gezellig, jongen. Ja, we gaan nu even echt door. Die heb ik af, dan kan ik deze doen. Oh, dat is 13. Mam, je lijkt me af! Ja, de muziekje lijkt mama af. Je hebt 10 en 2 en dat is 12. Deze heb je zelf gedaan. Dus 10 en 3, dat is 13. Dit is makkelijk. Dat is appeltje eitje voor jou. 17 is 17. Dit is niet zo moeilijk. Nee joh. We hebben zelf makkelijke sommen gedaan. Van de week hebben we nog moeilijkere sommen gedaan, toch? Ja. Had mama een beetje te moeilijke sommen voor jou bedacht van de week? Ja. Maar ik vond dat je ze redelijk goed deed eigenlijk. Je moet van het minste naar het meer opschrijven. Wat is het, Luxie? Wat hebben we hier? Hebben we hier weer een gevalletje? Zussenruzie? Oké. Wat moet mama doen? Ik moet dit zien. Oh, maar misschien kunnen jullie samen spelen. Samen. Ah, kijk dan. Ah, Sil, kijk, zusje. Oh, wou jij ook? Kom hier, schatje. Kom hier bij mama. Kom hier, schatje, kom hier. Kom hier. Oh. Ze wil ook spelen, Lucilla. Mag zij ook meespelen? Mag ze ook een tekening maken? Nee, ik wil niet. Ja, dat is soms gewoon heel lastig als je dus 3 kinderen hebt. Die, Hey, maar zal ik een boekje voor jou pakken dan? Wil je Hello Kitty tekening maken? Nee? Oh. Hello Kitty tekening? Nee? Oh, maar volgens mij is ze ook gewoon een beetje moe. Zal ik jou even op bed leggen? Nee. Wil je even een slaapje doen? Zullen we even een slaapje doen? Mama, ja. Ja, En ik jongens. Ben weer de deur gegaan. En dat is 5 minuten en 15 seconden. Oké, okay, kom hier, Lucy. Ja, dat moet altijd. Oh, kom hier, mama. Oh, kom maar bij mama. Papa, en het vliegtuig. Hé, hey, goed zo. Hé, hey, goed gedaan. Katten je Ferrari, mijn ruitjes poest die staan. Ben jij met hier de baas niet? Ik wil helemaal geen huiswerk. Niks te vertellen, geen huiswerk. Ik ben stellen. Hop, patje, hop. Ik spring in het zaal. Kom op, ik ben rijk. Hop, patje, hop. Zie me shine in de poes. Oh, mijn selfie zit daar goed. Ik ben een cowboy. Met de lasso in mijn hand zit de hoed op ik op. Nieuwe lekker lansen! Hey, cowboy! Hoppaatje hop! Vakantiebonen! Mam, ik denk dat dit van de bol.com is! Mijn bestelling is binnen! Hé, maar wel 1,5 meter afstand hè, van de postbode! Ja! De postbode gooit het denk ik over het hek heen! Gisteren al besteld. Ik heb nog wat meer besteld. Ik heb nog wat meer besteld van schoolboekjes. Ook voor Lucilla en zo. Wat is het? Yes! Wat is het, Lucilla? Laat eens kijken. Oh.
dit is voor Lucilla. Dit zijn ook nog allemaal. Ja, ik wil ook met jullie Engels gaan doen. Dus ook voor Luan. Ik dacht misschien ook wel leuk. Omdat Lucilla sowieso al best wel goed Engels praat door de YouTube-filmpjes. Thank you very much. Ja, goed zo. Maar wat is spin? Wat is spin? Spider. Oh ja, spider. Spider. En hoe zeg je... Hallo, het lekker weer is het vandaag, hè? Hallo, what a nice weather is it today. Ja. Oh, ik kan dat nog allemaal niet. Ik kan het niet. Hey, maar kijk eens, Luxie zit nog op nog veel meer dozen. Oh ja, ik had bijna vergeten dat ik die ook had besteld. Wat is dit, man? Dat is voor Luxie. Omdat Luxie eigenlijk nog helemaal geen... Ja, die andere loopfiets die we voor de verjaardag hadden, die is ze eigenlijk nog veel te klein voor. Omdat jullie altijd zo met die fietsjes buiten spelen en zij alleen maar die oude poppenwagen heeft, dacht ik nou, ik bestel voor Luxie even zo'n fietsje, dan kan ze toch een klein beetje de beweging kwijt. Zoals jullie zien heb ik even het een en ander wat schoolspelletjes voor de kids in huis gehaald, aangezien we sowieso nog tot 28 april zitten de kinderen dus nog thuis. Dat is dus nog een maand en misschien wel langer. Dus ik wil gewoon wat dingen in huis hebben waarmee ik de kinderen ook echt wat kan leren. Ik had nog niet zoveel voor Lucilla en ook niet zoveel voor Luxie. Luan die krijgt natuurlijk wel best wel wat schoolspul mee, maar Luan en Luxie en Lucilla niet. Kijk Luxie, dit is voor jou. Spelletjes trouwens niet gesponsord. Ik heb het gewoon zelf gekocht bij Bol. Dus allemaal zelf besteld gisteren. Oh wat leuk. Kijk schatje. Ik kan jij gaan leren met de vormpjes. Wat vormpjes zijn. Mooi hè. Dat is een boekje. Dit zijn de kaartjes. Mooi. Ja, ik zie het. We maken een bal. En mama, kijk hoe leuk dit eruit ziet. Ach ja, Luan is ook helemaal blij met zijn boekjes. Kijk dan, kijk hoe leuk dit van binnenuit ziet. Leuk hè, jongen. Oh, ja. Met twee boekjes. Oh, wat zeg je dan, jongen? Dankjewel, goed mama, zo. Dat ik deze twee boekjes heb gekregen. Goed zo, jongen. Nou, gaan we eventjes naar Luxie terug. Want kijk, dit zijn dus van die kaarten. Waar je dus iets uit kan halen. Kijk, Lux. Dit is een hondje. Die kan je eruit halen. Tenminste. Ja, kijk. Zo. En dan moet Luxie de vormpjes erin leggen. Kijk, gaan we hem zo neerleggen op de tafel. Zo. Kijk, dan kan je het vormpje. Dit is een driehoek. Kijk, driehoek. En die kan je er zo inleggen. En dit is een bloem. Zie? Bloem. Dan kan je met een dobbelsteen kan je gooien. Oh, wat leuk! Oeh, een gele driehoek. Terwijl Luan met zijn rekenboekje bezig is, heeft Lucilla hier dat elektrospel even uitgepakt. Wat is dat? En dat, moet je goed kijken waar dat is. Dan moet je kijken of het lampje groen wordt. Ja, het lampje wordt groen, dan is hij goed. Dan moet ze dus dezelfde plaatjes van het rijtje daar op de plaat zelf aan zien te wijzen. Dat doe ik altijd niet aan. Doe eens op het bed. Ja, kijk. Hè? Nog een keer. Je moet even goed op het rondje gaan. Ja, kijk. Dan wordt hij groen. Kijk eens. En Luxie zit op de eigen loopfietsje. Goed zo, schatje. Dat gaat wel makkelijker, hè, met drie wieltjes. Kom maar hierheen. Het moet wel bewegen. Ja. Goed zo. Het moet wel bewegen. Ja, je moet sturen, Luxie. Je kunt mee sturen. Kijk. Ja. Het is een liefie. Ja. Yay. Die kant. Goed zo. Goed zo, schatje. Ik merkte namelijk dat ze het heel erg leuk vindt om met een loopfietsje naar buiten te gaan. Want Luan en Lucilla die hebben ook de step en de fietsen. Van allerlei dingen om buiten te spelen. Maar zij kon iedere keer niet mee op haar eigen fietsje. Omdat ze nog niet haar balans kan houden op haar eigen loopfietsje. Die heeft maar twee wieltjes. Dus vandaar dat ik dacht, ik haal even een fietsje met drie wielen. Kijk. Wel, hè? Daar kan je ook mee. We hebben niet een heel groot huis, maar goed. Ze kan wel heen en weer. Kom maar. Ja! Boom. Schatje. Nog een keer? Ja! Ja, dat is een stuurtje. Goed zo! Wow. Boom. Hey! Ze wil nog een keer. Dan gaat ze weer. Nou. Ik heb even tafeltjes er zo weggehaald. Zodat Luxie een beetje hier kan fietsen. Oh jee, geen wedstrijdje doen. Nou, terwijl de meisjes even hier beneden met het fietsje aan het spelen zijn, ga ik even kijken naar Luan. Want die vond het een beetje te druk allemaal. Dus hij zei, mama, ik ga lekker naar mijn kamer mijn huiswerk maken.
Dus die zit op zijn kamer zijn huiswerk te maken, want hij was bijna klaar. Kijk, hier zit hij. Als grote huiswerkmaker, jongen. Kijk eens. Hé, hey, ben je huiswerk aan het maken? Helemaal alleen? Ja. Met je muziek op. Hè? Met je muziek op. Wat? Ja, met je muziek op, ja. Wat? Ja. Wat ben je nu aan het doen dan? Dit aan het maken. Je bent aan het schrijven. Mm-hmm. Nou, jongen. Goed bezig, kerel. Toppie. Nou, terwijl de meisjes nog even lekker beneden aan het spelen zijn, Leon hier zijn huiswerk is aan het afmaken, is en papa boven op zolder nog even wat aan het werken is, gaan we deze vlog voor vandaag weer afsluiten, jongens. Want volgens mij is het weer een lang genoeg vlog voor vandaag. Mama gaat zo koken. Hebben jullie ook huiswerk en hoe doen jullie dat thuis? Laat het vooral even weten op social media. Ben ik heel erg benieuwd naar. En ja, we gaan de vlog afsluiten. Ja. Vond het weer een leuke vlog om even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op een belletje. We zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Doeg. Ik moet nog even door. Ja. Voeg je hartslag mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf je.